Het Kwakplein in het centrum van Nijmegen ziet nog steeds verkeersproblemen. De problemen namen toe nadat er afgelopen zomer aanpassingen op het punt werden toegepast. Het autoverkeer moest niet belast worden door de aanpassingen, wat echter wel het geval bleek te zijn. Het college stelde de verkeerssituatie in november wederom aan te passen. Een stelling die begin december nog niet gerealiseerd is. VVD-fractievolger Dennis Walraven sprak in het RN7-radioprogramma Studio de Streek over de verkeerssituatie. Bereikbaarheid is voor ons een heel belangrijk punt binnen de mobiliteit. Wat ons betreft is voor fietsers en voetgangers best wel aardig. Er is ook flink op ingezet en dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook voor auto en het OV is het gewoon belangrijk dat je er doorkomt. Met het OV, als je daarvan afhankelijk bent, moet je er ook van op aankunnen dat je op tijd bent. En met de auto moet het ook gewoon niet de bedoeling zijn dat je 3 keer zo lang over je rit doet dan zou moeten. Het college stelde dat de aanpassingen op het Kwakplein gedaan waren om het fiets- en voetgangersverkeer te verbeteren. Wethouder Harriet Tiemens sprak eerder al over het belang van fietsen en lopen. Walraven vindt dat het autoverkeer daar niet ten koste van moet gaan. Belangrijk dat ook gewoon voor de auto's rekening wordt gehouden. En het zit nu vooral de focus op de fietser en de voetganger. En kijk, met de fiets natuurlijk hartstikke goed. Als je met de fiets kan, zou ik ook zeggen, doe het vooral lekker buiten. Prima. Maar als je afhankelijk bent van je auto om naar je werk te gaan, dan moet daar gewoon ook de mogelijkheid zijn om dat te doen. Walraven pleit voor een snellere verkeersdoorstroom. Renovatie van de bouwbrug en het verhogen van de rijsnelheid op de oversteek van 50 naar 70 zijn ideeën die hij goed vindt klinken. Dat zouden zeker wat ons betreft ook goede aanpassingen zijn. Want de S100 is natuurlijk voornamelijk bedoeld als ontsluitingsweg van de Oranje Singel. Alleen die is nu. Het is een langer stuk om te rijden. Je mag er net zo snel en het aantal verkeerslichten is ook vergelijkbaar. Dus ik ken ook geen enkel navigatiesysteem dat dan zegt, neem vooral die weg. Dus daarop inzetten zou een hele stap. Ze hebben laatst ook een motie voor ingediend.